Ga nu de installatie van de I/O paddle testen. Plaats de afstandsbediening in de dashboardclip. Start de motor en activeer de afstandsbediening door op een knop te drukken. Er wordt een verbinding met de I/O paddle gemaakt. De afstandsbediening is verbonden en de rijmodus wordt weergegeven. De installatie is succesvol voltooid. De huidige rijmodus wordt weergegeven nadat er een verbinding is gemaakt. Er zijn 4 verschillende rijmodi beschikbaar waar tussen gekozen kan worden. Het rode programma op positie 3 is de sportmodus. Het lila programma op positie 4 is de extreme modus. Het witte programma op positie 0 zet het gaspedaal in zijn originele toestand. Het blauwe programma op positie 1 is de traffic modus. En het groene programma op positie 2 is de eco modus. Elke rijmodus heeft 5 extra subprogramma's. Druk op de modeknop om het subprogramma menu te openen. Door op de linker of rechterknop te drukken, kunt u 5 subprogramma's van de actieve rijmodus selecteren. Selecteer het subprogramma dat het beste bij uw voertuig past en druk op de modeknop om toe te passen. Tijdens het rijden kunt u wisselen tussen de beschikbare rijmodi en subprogramma's. In elke rijmodus kunt u het subprogramma van uw voorkeur instellen. De volgende keer dat u deze rijmodus toepast, wordt het bijhorende subprogramma geactiveerd. Elk voertuig reageert anders op de I/O paddle. Maar met de vele beschikbare instelmogelijkheden is het gemakkelijk om een instelling te vinden die voor u werkt. Nu zijn we bij de beveiligingsfuncties aangekomen. Laten we beginnen met de valet-modus. Houd de valknop ingedrukt totdat de LED links van de knop blauw oplicht. U bevindt zich nu in het valet-modus menu. Deze modus beperkt het bereik van uw pedaal en vermindert het vermogen van uw motor. Door op de linker of rechterknop te drukken, kunt u 5 verschillende niveaus selecteren. Om de valet-modus uit te schakelen, houdt u de valknop opnieuw ingedrukt totdat de LED links van de knop blauw oplicht. De I/O paddle bevindt zich nu weer in de normale rijmodus. Een andere beveiligingsfunctie is de secure-modus. Houd de SEC-knop ingedrukt totdat de LED rechts van de knop blauw oplicht. De rode LED naast de SEC-knop geeft aan dat de secure-modus is geactiveerd. Wat doet de secure-modus? Bij de volgende start van uw voertuig wordt het gaspedaal uitgeschakeld totdat de I/O paddle wordt ontgrendeld. Het wordt aanbevolen om de afstandsbediening mee te nemen wanneer u uw voertuig verlaat. Bij terugkeer naar uw voertuig plaatst u de afstandsbediening in de clip en drukt u op een knop om de I/O paddle te ontgrendelen. De I/O paddle bevindt zich nu weer in de normale rijmodus. Zo, dat was het overzicht van de belangrijkste functies van de I/O paddle. Voor meer details kunt u de beknopte handleiding gebruiken die in uw doos zit. De QR-code leidt je naar onze installatiehandleiding waar je een uitgebreide uitleg vindt over al deze functies. Veel plezier met je I/O paddle en tot de volgende keer!